met een initiatiefvoorstel om die tijdelijke huurcontracten te verbieden. Waarom is dat nodig? Omdat er eigenlijk meer de standaard is geworden dat mensen een tijdelijk contract krijgen. En dat betekent dat je in een huurhuis gaat, dat je het inricht, dat je behang koopt, dat je vloerbedekking regelt. En dat na 2 jaar de huurbaas kan zeggen, nou zoek maar wat anders of betaal de hoofdprijs aan huur. En dat leidt tot enorm veel stress en enorm veel ellende, want er zijn geen huurhuizen. En dan gaan mensen weer bij hun ouders wonen of ze gaan op de camping bivakeren. Het is echt heel ernstig wat er gebeurt. En waarom doen die pandjesbazen dat? Ja, die willen zoveel mogelijk huur binnenkrijgen. Precies. En die kunnen na 2 jaar dan die huur weer verhogen of aan een nieuwe vragen of jou dwingen om veel meer huur te betalen. En dat moeten we echt aan banden leggen. Dit is allemaal begonnen toen er een nieuwe wet is ingevoerd in 2016. Ja. Stef Blok. Maar dat was een coalitie, PvdA en VVD. Jullie hebben dit toen gesteund. Had ik dat niet beter kunnen bedenken van tevoren? Sterker, eigenlijk heeft de hele Kamer het gesteund. Want toen stond een miljoen huizen onder water. En toen zeiden we eigenlijk als hele Tweede Kamer van, het is eigenlijk zonde dat mensen die huizen niet aanbieden. En iedereen zei, het moet niet de nieuwe norm worden. Dat zei ook de hele Kamer, zei ook minister Blok. Flex huren moet niet de nieuwe norm worden. Dat moet niet de nieuwe norm worden. Het moet echt voor die groepen, voor die panden die dan leeg staan, er zijn huurders voor te vinden. Laten we dat doen. Maar dat is eigenlijk met een heel goede motivatie gekomen. En het is helemaal finaal mislukt. Maar dan hebben jullie